Goedemorgen, het is donderdag. Het is donderdag vandaag en het is weer grijs. Hallo? Niet, het is donderdag. Het is echt donderdag hoor. En het is weer grijs en regenachtig en hartstikke leuk. Ik heb vandaag, wat heb ik vandaag? Rijles. En ik heb vanmiddag samen met Mark een afspraak bij onze accountant. En Mark die werkt op de NDSM-eilanden. En die accountant die zit daar vlakbij, zeg maar. Dus ik moet straks met de metro en met de pont. Maar nou zijn er in Amsterdam een beetje issues met de pont. Dus ik hoop dat die echt op tijd gaat. Ik heb gezien dat er om 3:15 eentje gaat. Die ik moet hebben. En ik zit ongeveer een kwartier moet ik op de pont blijven zitten. En dan ben ik daar om 4:30. En nou, dan ben ik op tijd. Dus dat wordt een hele belevenis. Vooral ook omdat ik ben al een keertje op Markse werk geweest. Met deze route. En toen moest ik serieus echt een uur op die pont wachten. En dat kan nu niet. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. En het is een beetje onzin om Mark mij op te laten halen. En dan weer terug te rijden. En dat is gewoon onzin. Dus dat slaat nergens op. Wat ga ik verder nog doen vandaag? Ja, omdat we dus best wel laat thuis zijn. Ik heb met nat haar geslapen. En mijn haar is echt kaploef. Vandaar dat ik het heel erg... Ik heb het altijd vast. Maar goed, nu heb ik het extra vast. Even kijken. Omdat we best laat thuis zijn. Ik denk pas om 6:00 of zo ga ik pompoenstoof in de slowcooker straks eventjes voorbereiden en maken en zo. En dan moet een van de zoons, die moet het om 4:30 even op high zetten. Zodat alles ook goed gaar wordt. En nou ja, het is hier een... Nou, valt op zich mee. Beetje rotzooi overal. Dus dat ga ik ook eventjes opruimen. Ik heb de jongens al een paar keer gevraagd of ze naar beneden willen komen om hun haar te doen en hun tanden te poetsen. Maar ze luisteren niet. Matteo en Mika. Ik moet me nog aankleden. Ja, maar Matteo, ik heb jou 3 keer geroepen. Ja, maar ik hoorde je niet. Ja, dat is het probleem. Dan moet je maar niet de deur dicht doen en je koptelefoon opdoen. Tanden poetsen. Zo. Potverdorie. Nee, niks ervan. Oké, dus dat. En de kinderen die zijn dus ook vanmiddag alleen thuis. Dus je moet eventjes goede afspraken met ze maken. Maar ga ik ervoor zorgen dat Matteo's nest... Jullie kunnen het niet goed zien, maar Matteo heeft altijd een nest. Wacht even. Ja, je gaat het nest even laten zien. Kijk. Elke dag. Ik ga even zo. Dat Matteo's nest eventjes wat netter wordt. Vandaag valt het wel mee op zich, Matteo. Maar goed, dat gaan we dus even doen. Vandaag valt het nog mee. Kijk naar mijn haar en het valt nog mee. Het valt nog mee. Dus dat gaan we even doen en dan zie ik jullie straks weer. Doei doei. Nou, ik heb vandaag rijles dus gehad, zoals ik al zei. Ging goed, er zijn nog een paar dingetjes die gewoon elke keer verkeerd blijven gaan. Super frustrerend, ik vind het zelf ook echt heel erg vervelend. Dus daar zijn we wel op aan het oefenen en zo. En het gaat steeds beter, maar net even iets te langzaam naar mijn zin, zeg maar. Het is alweer 12:15, de kinderen hebben al geluncht en gedaan. De afspraak bij de accountant is verzet. Dus in plaats van dat ik om 4:30 bij Mark moet zijn, moet ik al om 2:00 bij Mark zijn. Dat gaat op zich prima, moest even uitrekenen, want die pont gaat maar 1 keer in het 30:30. Dus ik ga de kinderen straks naar school schoppen en dan loop ik snel naar de metro. Ik had al, want het is wel fijn, want nu zijn ze iets minder lang alleen, zeg maar. Het was, we zouden denk ik om 6:15 thuis zijn. En nu zijn we dat natuurlijk eerder, dus dat is prettig. Dan zijn ze niet helemaal zo lang alleen. Ik heb wel al wat lekkere dingetjes voor ze neergelegd voor strakjes. Ze kunnen straks gewoon paprika eten. Ik heb wat chippies en wat pepernootjes en wat drinken. Dus als ze dan straks terugkomen van school, dan kunnen ze gelijk wat lekkers pakken. Dus ik ga mijn spullen even bij elkaar rommelen. Ik heb nog 30:30, dus dat komt helemaal goed. Maar eventjes nu, weet je, dat is toch eventjes omschakelen. Dus mijn spulletjes pakken, zal mijn camera meenemen. Ja, ik weet niet of ik echt ga filmen, maar ik neem hem maar mee. Oh, die doe ik altijd in een hoesjes. Heel erg handig, omdat het dan netjes blijft, maar verder niet zo heel praktisch. Volgens mij ben ik nu... heel erg donker. Dus, dat gaan we doen. En ik neem jullie in zoverre mee dat ik waarschijnlijk niet ga filmen terwijl we aan het praten zijn met de accountant. Maar misschien even op de pont of zo. Hartstikke leuk. Ik weet niet of jullie nou zeg maar daar dat zagen of hier. Leuk. Nou, ik ben te vroeg. Beetje te vroeg dan te laat. Ik ben echt 30:30 te vroeg, maar goed. Ik heb mijn Christmas blend. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat wat is. En ja, ik sta te wachten. Kijk daar, zo direct hier komt de pont als het goed is.
En gelukkig, zeg maar, zondag van de zomer toen ik hier was, was hier niet zo'n bushokje. En dat is er nu wel, dus dat is wel prettig, want als het gaat regenen, dan ben ik droog. Want ik ben echt heel erg te vroeg. Ik denk dat als ik de Starbucks niet had gehaald, dat ik hem nog had gehaald, zeg maar. Maar dan was ik daar weer een half uur te vroeg. Kijk, daar gaat de andere pont. Die gaat naar Noord. Als ik de Starbucks niet had gehaald, had ik het waarschijnlijk nog wel gehaald. Maar dan was ik daar een half uur te vroeg. Dus nou goed, het regent niet. Het is niet heel erg koud. En ik kan lekker even mijn koffie gaan drinken. Dus dat ga ik ook doen. Zitten, want ik wilde een beetje shots voor jullie maken, maar oh mijn hemel, ik heb mijn handschoenen aan en dit zijn niet de handschoenen die, zeg maar, ik ben mijn andere handschoenen kwijt. Mijn haar zit ook heel wild, zie je. Wat jullie er net in het shot zagen, de Botel, nou dat spreekt een beetje voor zich. Dat is een hotel en een boot. Dat is volgens mij wel heel erg uniek, in ieder geval hier in Amsterdam. En ja, het NDSM terrein is sowieso best hip, weet je, het zijn hippe tentjes waar je kan eten en boten en ja, er is een plek en daar is alleen maar graffiti, maar dan coole graffiti. Want jullie zagen ook daarnet die soort onderzeebootachtig. En weet je, waarom moet dat toch altijd gevandaliseerd worden? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar goed, aan de andere kant is coole graffiti. En dan kan je leuke fotoshoots doen. Dus dat is ook heel cool. En daar, kijk of jullie dat gezien. Die gekleurde blokken, daar wonen studenten. Er rijden hier opeens allemaal fietsers en ik weet niet of dat mij nog verkeerd of iemand anders verkeerd staat. Even veilig gaan staan hoor. Het zijn dus een soort containers bovenop elkaar en daar wonen studenten. Er is sowieso een woningnood in Amsterdam overal, maar ook voor studenten. Dus ik vind dat echt een hele goede alternatief. En ik ben weer gedoucht en gedaan en weet ik veel wat allemaal. En Mark en ik zijn bij de accountant geweest, echt anderhalf uur of zo. Super aardige man, die denkt echt met ons mee en dat is echt heel fijn. Het was heel, heel erg warm in dat kantoor. En ik had al een beetje een soort van migraine-achtige aanval voordat ik naar die afspraak naar binnen ging. Maar alles opgelost. Nou ja, we hebben niet alles opgelost. Maar bij je kind vanavond. Ja, zie je, dat is de... leuk. We hebben niet alles opgelost, maar we hebben wel antwoorden op onze vragen. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Nou, Mark die kwam ook met hoofdpijn uit het kantoor. Yes. Dus het was echt... Het was heel heet daar. Ja, het was heel erg warm. En ik zei heet. Oh, sorry. Ik vond het warm, Mark vond het heet. Toen zal ik vertellen over hoe liefelijk je was. Alleen maar herrie maken. Ja, dus ik mag het niet vertellen. Wat ga je vertellen? Over de supermarkt. Oh crap. Dus ik zei, oh Mark. Het is onschuldig. Nee, het was niet onschuldig. Het regende, best wel hard ook.
Wel mee, het miserde. Het was het regende, maar het miserde niet, maar het regende. Het was ook niet heel hard, maar het regende. En dus ik zei, ik moet nog even een blik Hutsen de Fluts halen bij de supermarkt. En we kwamen van een afspraak en hij... Je bent toch ook niet van het zwakke geslacht? En dat maakt niks uit. Dus ik kwam weer buiten en ik zocht Mark en die was er niet. En die was gewoon naar huis gegaan. Dus die liet me gewoon serieus... Wat we wel vaker doen, doen we zo vaak. Niet in de regen. Nee. Dus, ik moest in de regen naar huis lopen. Ik had hem gebeld, ik was heel boos, ik had zo'n toon. Dus hij kwam alweer, zeg maar... Lopend door de regen om jou op te halen. Vervelend, hè, door de regen lopen. Nee, helemaal niet. Het is gezond voor je. Maar goed, dus... Niks mis mee. Word je alleen maar... Het goed word je hard van, hè? Gesteldheid. Nou goed. In ieder geval, toen ploften we echt allebei een beetje op de bank. Hebben we eerst even 3 kwartier even gezeten. Drukke dag. Het was een hele drukke dag, ook omdat de zeg maar, ik moest eerst om 4 uur. Ik heb gewerkt en door de regen gelopen. Ja, goed. Ik weet niet wat je verder hebt, maar het was een drukke dag. Het was een drukke dag. Ik heb bijna niet mijn huis gezien. Dat is wel zo. Oh, dat is waar. Dat is wel zo. Maar goed, ik ga de vlog afsluiten. Want er wordt helemaal niks meer vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Smile for pretty. Doeg! Doeg!